Radioforum. Discussieer mee. Ja, goedenavond luisteraars. Mijn naam is Gonda Stuyvesbergen. Ik heb een stuk geschreven over Geert Wilders. Ik zag van de week hem weer tekeer gaan met zijn kop tot de tax. Zo, ik denk, ik moet in het geweer komen. Ik heb, dames en heren, bij Geert Wilders op school gezeten. Dat was vroeger in Venlo, woonde hij ook. Wij waren nog net geen buren, maar wij woonden wel in dezelfde straat. En wij gingen ook naar dezelfde school. En dat was een school met heel veel negers. Maar die werden wel gepest door de rest. En het gekke was altijd al, dat vonden wij allemaal raar. Geert werd ook heel erg gepest als kind. Dat wordt wel eens ooit gezegd van, dat mogen we dan niet zeggen. Hij zal wel gepest zijn vroeger. Maar in het geval van Geert was dat ook echt zo. En ik kan me eigen goed indenken dat je daar goed gefrustreerd van raakt, wil ik maar gezegd hebben. En dan was er ook nog in die klas, zat ik ook in. Dus er waren een hoop negers die werden gepest. En er zat een heel klein Joods meisje. Er was dus gewoon een vrouw, komt te zien, maar wel Joods. Zat ook in die klas. En er was een slijmjurk, hè. Bij de juf altijd en zo. Ik had er een grafhekel aan. Bij mijn weten Geert ook. Maar hij was ook stiekem verliefd op haar. Alleen zij had al verkering met Obama. En daar was een van die negertjes die ook in dat klasje zat. En toen op een dag, en nou komt er toch iets cruciaals. Op een dag moest er een schoolfoto gemaakt worden. En die fotograaf, dat was een familielid van een van die Obama'tjes, noem ik ze maar. Ze heette anders, maar er heette er één Obama en dat was de bekendste. Dus ik zeg even Obama'tjes. En één was een familielid van hem. Dus die komt binnen met zo'n fotografenbusje. Hè. Alleen Geert had heel zijn kop vol met puisten zitten. Want dat was op die leeftijd. Hè. Ja, hoe oud zou je geweest zijn? Een jaar of 8? Nou, prepuberteit. Dus dikke van die witte puisten op zijn hartjes natuurlijk. Zag er niet fris uit. Maar goed, hij was nog niet op de huwelijksmarkt, zullen we maar zeggen. Dus op een gegeven moment, hij moet dat busje in bij die schoolfotograaf. En dat was een neger. En hij moest in dat busje. Maar hij moest erin, hè. Want die negers werden gepest. Eigenlijk wou hij, want hij was een beetje meeloper. Hij wou er eigenlijk niet bij horen, maar hij moest erin. En op een gegeven moment zat hij in dat ding. Zegt die neger, zei dus, ja, heb jij ooit wel eens geprobeerd om klerenasiel te gebruiken? En dan moeten wij je voorstellen, dat was een groot schoolgebouw. En die school, die naam ik zal nou noemen, die begon ook met een C. En Geert verstond het verkeerd. Dus hij zegt, hoezo, ik zit toch hier op deze school. En hij zegt, hoezo zou ik daar om mijn kop moeten smeren dan dat spul? Ja, zegt hij, vent tegen de puisten. Maar dat was weer moeilijk in de zomer, dus hij stonk ook heel erg naar zweet, Geert, hè. Dus hij dacht, oh, hij bedoelt zeker dat ik onder mijn oksels een beetje stink. En dat is in die periode, en nou klinkt het heel gek, maar het was in die periode eigenlijk nog helemaal niet zo'n gekke opmerking, want de deodorant was nog niet echt in, hè. En zeker bij die kinderen die toch al zo gruwelijk onder hun oksels kunnen ruiken natuurlijk. Ja, die gebruikte dat niet, want dat was in de jaren 60, moeten wij inbeelden. We hebben het over de tijd van de Beatles, hè. Daar was hij ook trouwens grote fan, en van die gekke broeken liep hij rond. En zijn juf, ik weet niet, die zei op een gegeven moment een keer, zei ze, Geert, die broek voor jou, die is niet jouw goede model, want jij bent te dik voor die broek. Ze zei, ja, zit Geert, ik vind hem lekker zitten. En toen hadden we even vrouwke moeten zien hoe het mooi was, omdat zij ook nogal aan de maat was, had zij zelf ook een broek aan die natuurlijk niet paste, maar dat was toen wel mode, dat is een typisch van die dingen. Dat zie je dan nou, denk je, nou, dat ziet er ook niet uit, maar toen was dat heel normaal, hè. Dan zijn we het over de jaren 60. Maar goed, dat schoolgebouw, dus dat begon dus ook met een C. En midden in de zomer, die waren van die plakletters. Ja, tegenwoordig zie je dat niet meer vaak, maar dat zijn van die blauwe letters, die plakten erop. En zo stond die naam op dat gebouw. Maar in de zomer staat natuurlijk de volle zon erop. Dus Geert zat in dat busje en toen viel die C, bladderde een beetje af. Nou ja, iedereen natuurlijk, die deed het natuurlijk in zijn broek. En Geert ook, want die kon ook wel. Hij had wel zelfspot, hoor. Hij had wel zelfspot. Ja, toch wel, toch wel. En ook al heel goed met taal toen. Hè. Hij had allerhande taalgrappen en zo, maar die ben ik dan vergeten. En waar ook iets is, waren van die groene pleegs, hè. Die ergens iets nog wel zijn mensen die dan te beroerd zijn om een badkamer te vervangen. Zo'n heel groen badkamerinterieurtje. Ja, daar was toen ook overal. Dat zag er natuurlijk totaal niet uit. Maar toen vonden we dat normaal. Ik weet nog goed, ik zat een keer te scheiden. En toen was Geert was bij ons moeder. Want hij was toen de tijd, zijn moeder was kapper. Hè? En die kwam dan mijn moeder knippen. Maar dan kwam Geert ook wel eens mee. En ik zat boven te scheiden op die groene play. En dan hoorde Geert beneden al muziek maken. Want hij was een gitarist van oorsprong. Hè? Ja, dat moet ik zeggen, dat had hij nooit serieus opgepakt. Dat vind ik nog steeds jammer. Maar dan hoorde ik allemaal plingen. Maar ik zat op die groene pleetjes schijten. En bruin was ook een modekleur. Dus ja, je kunt je eigen voorstellen dat iedereen natuurlijk in een deuk lag daar. En Geert ook. En ja, dat waren schitterende tijden. En dan is het achteraf zo moeilijk voor te stellen dat die plees nog steeds, ze worden nog steeds gemaakt. Ik was last met de Quantum. Ik zie ze staan. Ik denk, nou, wordt dat nou nog verkocht? Ja, zit die venten zijn genoeg mensen die nog steeds mooi vinden. Dan denk ik, dan ben je toch ook uit de tijd eigenlijk. Je zou toch op zo'n ding moeten gaan zitten. Dat is toch ook niet, dat is ook zielig voor die kinderen. When you were here before.